Wij lazen niet echt thuis. Ik denk toch dat het heel belangrijk is als je ouders dat doen. Hè? Als je ouders dingen doen, als je het ze ziet doen, met andere dingen, dan ga je dat zelf ook doen. En nou, die lazen niet. Mijn vader sowieso niet, want die had daar helemaal geen tijd voor, omdat hij voor die koeien moest zorgen. En mijn moeder had geen tijd omdat ze voor 6 kinderen moest zorgen. Dus ja, niet. Op een boerderij. Van mijn 0e tot mijn 18e. En daar woon je dus op het land. Tussen beesten en in leegte. En altijd buiten. Stripboeken. Wij waren dol op Suskes en Wiskes. En die kocht mijn moeder dan dus blijkbaar ook. En we hadden wel boeken thuis, maar dat waren dan boeken die niemand ooit las, want dat waren de kroonkeuzeboeken van de Boek en Plaat. En welke boeken waren dat eigenlijk meestal? Wat is de kroonkeuze? De kroonkeuze toen, ik weet niet hoe dat nu is eigenlijk bij de ECI. Nee, dat waren meestal hele dikke vertaalde boeken, Konzalik en zo. Remarque, volgens mij waren het allemaal van die Duitsers. En die kwamen dan vanzelf, want mijn moeder was wel ooit lid geworden van de Boek en Plaat. Ik denk dat ze zich dat gewoon heeft laten aansmeren, weet je, zoiets. Maar dan vergat ze weer iets te bestellen, of niet eens vergeten, maar dan was het ook meer van, ja, wat moet je dan bestellen? En dan kwam de kroonkeuze en die werd uitgepakt en die werd in de boekenkast gezet. En ja, ik kwam er dus laatst achter omdat iemand me ook vroeg van, wat heb je zelf in de boekenkast staan? En dan met een fotootje erbij ook. En toen herinnerde ik me ineens weer die kroonkeuze, want niemand las die ooit, totdat ik erachter kwam dat zeker in die boeken, zeker van die Consalik ook, er stond ook seks in, weet je. Ik ging de seksscènes daarin opzoeken, ik ging zo'n heel boek niet lezen. Nou, eigenlijk uiteindelijk wel, want je moet toch bij die seksscènes uitkomen. Maar echt als jochie, hè? 12 of zo, denk ik. Maar en waarom denk je dat het eventueel bepalend kan zijn geweest, die scènes? Die je hebt gelezen? Nou ja, het heeft... Ik denk toch dat als je dat op jonge leeftijd leest, hè? Als je... ik kan mezelf nog één scène herinneren van iets wat ik toen ooit las. En dat was een hele heftige, ook voor die tijd neem ik toch wel aan, seksscène. Iets met staand. En zo, dat ik ook dacht, hè? Dat ik heel goed moest nadenken van, hoe kan dat? Dat ik dat echt helemaal moest voorstellen en zo. Misschien is dat wel alles bepalend geweest, hè, dan. Dat ik al op hele jonge leeftijd me dat zo heb moeten kunnen voorstellen. Ja. Dat wordt me nu wel eens gevraagd, hè. Of dan wordt me gezegd van, ja, die en die scène in dat boek, die heb je alleen maar kunnen schrijven omdat je dat zelf hebt meegemaakt. En dan zeg ik, nou, dat heb ik helemaal niet meegemaakt. En dan zeggen ze, nou, dat kan toch haast niet anders, want je hebt het zo beschreven. Ik zeg, ja, dat zal wel, maar ik stel het me gewoon voor. En dan schrijf ik het op. Oh, zeggen ze dan, oh, dus je hebt nooit onder een doodschaap in een sloot gelegen. Nee, ik heb nooit onder een doodschaap in een sloot gelegen. Toen, ik had allemaal vrienden, echt vrienden gemaakt op het VWO. In Schagen was dat. En omdat we uit elkaar gingen, ik ging naar Leeuwarden, eentje ging naar Leiden en eentje ging hier in Amsterdam kunstgeschiedenis doen, gingen we brieven schrijven. En vooral die vriend die ik hier in Amsterdam had, die las heel veel. En in die brieven vertelde hij daarover en ging ik dat ook maar lezen. Dus ook toen zeker mijn smaak van lezen is erg door hem bepaald geweest. En überhaupt het feit dat je ging lezen? Ja. Ja. En ik denk dat dat wel goed is. Want ik heb bijvoorbeeld toen pas, zeg maar op mijn 20e of zo, heb ik Winnie de Pooh gelezen. En dat is natuurlijk eigenlijk geweldig. Omdat je 20 bent, zie je daar onmiddellijk dat Taoïstische in. Waar die Hofstetter heet je, geloof ik. Hoort je ook weer? Ja, dus Benjamin. De Tao van Pooh. De Tao of Pooh. Ja. Nou, ik ben even zijn naam kwijt, maar dat goed, ik heb het wel gelezen, nog weer later, maar dat had ik zelf al gezien.
Ja. Dus in die zin is het soms heel goed om een bepaald soort van kinderboeken te lezen als je veel en veel ouder bent. Omdat je dan, paf, dan krijg je het meteen allemaal mee. En, ik ben nu 48, over 2 jaar word ik 50. En daar kom ik zo langzamerhand wel achter dat dat een soort van thema is in mijn leven. De omweg. Altijd maar, en daarom ben ik ook zo blij met de titel van mijn nieuwste boek. Het gaat bij mij altijd met een omweg, op de een of andere manier. Weet je, iemand zegt iets en ik denk, oh, hey, leuk. En dan, of juist niet leuk, maar dan, en dan ga ik me daar even in verdiepen. En dan, maar ik ben eigenlijk zelf tamelijk, en ik durf dat ook te zeggen nu, omdat ik las net die 10 geboden van A.L. Snijders in de Trouw. En die zegt dat ook gewoon van zichzelf. En die is nog weer een stukje ouder dan ik ben. Die zegt, ik ben eigenlijk ook volkomen ambitie en richtingloos. Weet je, ik doe maar. Maar het is eigenlijk helemaal niet zo erg. Want met een omweg kan je dus ook heel wat bereiken, blijkt nu. Ja, en helemaal. Ik bedoel, het gaat wel ergens heen uiteindelijk. Tuurlijk. Tuurlijk. En het is ook niet helemaal toeval. Het klopt wel in ieder geval. Nou ja, als het uiteindelijk maar klopt. Hè? Maar het is wel een instelling, want dat merk ik ook wel. Het is wel een instelling die iemand, want op lezingen hè, uit ik dit ook wel. Deze manier van werken ook, deze manier van schrijven ook. En dan zijn er wel eens mensen op zo'n lezing die zijn dan een beetje, die denken, hoe krijgen we nou een schrijver? Die moet toch van tevoren zeker bedenken wat zijn thema is. Hè? En waarom moet je dat gaan doen? En je moet een schema hebben. En ja, als ik dan zeg, nou dat doe ik dus echt helemaal niet. Dan, dan is het net alsof dat dan een graadje minder is. Hè? Of minder goed dan wanneer je wel vanuit een thema of vanuit maatschappelijke betrokkenheid of wat ook iets doet. En dat is natuurlijk totale onzin. Maar toch lijkt dat voor, denk ik, toch wel veel mensen zo. Die zijn dan echt een beetje, kunnen echt teleurgesteld zijn op een lezing van, krijgen we nou? Dus ja, die willen dit, zo gewoon doe je dat toch niet? Nee, die willen die omweg. Die willen op welke manier dan ook die omweg niet. Die willen gewoon hebben, nee, een schrijver. Mensen hebben natuurlijk toch altijd wel een bepaald clichébeeld van een schrijver. Zo doe je het. En zo ben je dan. En als ik daar dan op zo'n lezing ga zitten, dat ik ook ja, regelmatig moet zeggen op een vraag, nou, dat weet ik gewoon niet. Ik ga ook nooit proberen om er dan een heel lulverhaal over op te hangen. Want dat heeft, zeker in mijn geval, met hoe ik ben, heeft helemaal geen zin. Ik zeg dan gewoon, nou, dat weet ik niet. En dan soms door een heen en weer gesprek tussen zo'n publiek en mezelf, komen we toch tot een bepaalde, want daar heb je het weer. Maar dan heb je weer die omweg. Die omweg van dat gesprek ter plekke om tot de kern van een boek of van mij of van wat ook, van tot iets te komen. En dat vind ik wel mooi, want dat is ook denk ik de reden waarom ik boeken schrijf en waarom ik ook zeker boeken wil blijven schrijven. Het is voor mij een soort van doorgronden ook van, ja, ook van wie ik ben en wie jij bent en wat die wereld om mij heen betekent. Ik snap dat niet. En ik schrijf dus juist vanuit die onwetendheid. En dus juist niet vanuit een van tevoren vastgesteld thema en stramien of schema. Want dat kan ik niet. Dat kan ik niet verzinnen ook. Je ontdekt eigenlijk het thema eerder als je het hebt geschreven. Ja. Of het aan het schrijven bent. Nou ja, het is natuurlijk soms, of natuurlijk, het is soms zo erg. Of erg, dat weet ik eigenlijk niet. Ik schrijf iets en dan voel ik wel, dit klopt. Ik heb een rondje gemaakt van dit boek. Dit is goed. Voor, in ieder geval voor mij. En dan geef ik het aan mijn uitgever. En dan zeg ik, ja, nou ja, alsjeblieft lezen. En misschien ook weer even het thema hierbij verzinnen. De uitgever bepaalt het thema. Ja, die destilleert het. Die destilleert. Maar je hebt het er zelf ingestopt, tuurlijk, natuurlijk. Tuurlijk. Ja. Op een wellicht Winnie de Pooh-achtige manier. Dankjewel. Daarom hou ik ook zo van Winnie de Pooh. Ja, toch? Nog steeds. Ja, dat is toch een. Dat is een mooie figuur hoor. Heel interessant figuur ook.